Class of 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Zalando. Hi. Goedemorgen. Hi. Wil je iets drinken? Een cappuccinootje vind ik wel lekker, ja. In Class of 2020 staan 8 bekende klasgenoten centraal. De smaakmakers van 2020. We blikken terug op ons jaar en maken een bijzondere klasfoto. Ik ben Monica Geuze en in deze aflevering zie je hoe mijn jaar was. Wat was je persoonlijke hoogtepunt van afgelopen jaar? Presenteren van Temptation Island met Kai. Ik dacht dat je ging zeggen je nieuwe liefde. Nou, we leerden elkaar net kennen voor die coronaperiode. Dus uiteindelijk ga je dan in quarantaine. En dan kies je van, nou, gaan we dat samen doen of doen we dat los? En toen hebben wij besloten, nou, laten we dat gewoon samen doen. En dan ineens ben je iedere dag samen en dan gaat het wel een stuk sneller. Hoe is het dan weer om opnieuw verliefd te zijn? Ja, heel leuk. Superleuk. Het is toch altijd leuk om verliefd te zijn? En je had ook nog een reality-serie lopen natuurlijk. Of was dat daarvoor? Klopt. Nee, in de periode, we hebben nog een break gehad in de reality-serie omdat... Ja, toen eigenlijk iedereen thuis moest werken en blijven. Dus toen konden we eigenlijk niet verder filmen. Het was wel een beetje raar, want toen ik hem leerde kennen... toen waren we net bezig in gesprek over die serie. En toen zei ik ook tegen hem van, nou ja, misschien ga ik dat doen. En toen zei hij van, nou oké, leuk. Maar het gingen dus echt daten. Zei dus de productie van, ja, alles leuk en wel. Maar wat er nu gebeurt in jouw leven, dat je iemand leert kennen waar je, die je leuk gaat vinden... dat is het meest belangrijke wat wij willen laten zien op dit moment van jouw leven. Want het is het enige waar je de hele dag mee bezig bent. Dus mogen we misschien een keer mee op date? Toen dacht ik, ja, dan ken je hem net, weet je wel, super ongemakkelijk. En toen moest ik tegen hem gaan zeggen van, nou, vanavond we gaan eten... maar er komt ook een cameraploeg mee. Dus hij vond dat best wel heftig. Dus ik vond het wel moeilijk, omdat ik de regie niet zelf in handen had. En normaal met video's maken, dat heb ik altijd de regie in handen. En ik bepaal zelf wat ik upload en ik monteer het zelf. Dus ja, ik weet gewoon wat ik de wereld inzend. En nu was het best wel raar, want ik dacht ineens... oh ja, er zijn andere mensen die hebben ook een mening over deze situatie. En dat zag je dan terug in testimonials en zo. Heb je alles laten zien dat je wilde laten zien? Of heb je dingen ook een beetje, nou ja, niet zozeer verborgen gehouden... maar gewoon niet laten zien? Nou ja, er waren niet echt dingen waarvan ik dacht, dat moet ik laten zien en dit moet ik niet laten zien. En ik ben eigenlijk ook al gewend van, ik laat al 5, 6 jaar mijn leven zien op internet. Ja, ik ben eigenlijk wel gewend dat er niet echt meer een gêne is. Er is niet een barrière waarvan ik denk, oh, dat kan ik niet laten zien. Kijk, tuurlijk, ja, er is een grens. Ik ga niet, als ik zit te schijten, hey, nou jongens, kom filmen. Nee, dat niet. Maar over het algemeen zijn er niet echt dingen waarvan ik denk, oh, dat wil ik echt totaal... niet in de serie gewoon. Oké, vloggen of presenteren? Dit vind ik wel echt heel lastig. Maar ik denk dan voor nu zou ik meer focussen op presenteren, omdat ik dat niet al zo lang doe. Hoe voelt het om in een ijsbad te gaan? Vreselijk. Nee, het voelt wel echt leuk. Tenminste, als je er weer uit bent, is het heel leuk. Maar op dat moment zelf is het wel echt heel kut. Favoriete dierenprintje? Panterprint natuurlijk. Waar denk je dat je klasgenoten jou van kennen? Sommigen van YouTube. Ik denk sommigen ook van Instagram misschien. Monica ken ik eigenlijk van Lil Kleine, man. Nog van haar begintijd bij het programma wat ze toen presenteerde. En toen kregen wij best wel leuk contact tijdens haar zwangerschap. Ja, Monica ken ik dus van, ik denk van een van mijn exen. Alsof ik echt al 100 heb versleten. Ik denk dat ik vroeger wel eens naar die vlogs van Monica heb gekeken, maar ik ken haar niet persoonlijk. Hoe lang blijf je nog vloggen? Dat vind ik wel echt lastig. Soms heb ik zo'n moment dat ik denk van, oh, wie hou ik voor de gek? Waarom doe ik dit al zo lang? En hoe lang ga ik dit inderdaad nog blijven doen? Maar dan vorige week had ik weer een momentje, was ik aan het monteren en dacht ik, dit vind ik zo leuk om te doen. En wat een fantastische baan heb ik toch. Dus het schommelt altijd een beetje in periodes. Maar ik heb gewoon altijd gezegd, het moment dat het me echt gaat tegenstaan, dat ik denk, oh, fuck, weer die camera erbij, fuck, weer dit, dan stop ik ermee. Zodra ik het niet meer leuk vind, is het klaar. Als je naar je klasgenoten kijkt, pas jij je dan tussen? Ik voel me wel vereerd eigenlijk om ertussen te mogen staan. Ik zie allemaal mensen met ontzettend veel talent.
echt gewoon een tastbaar talent. En ik heb altijd van mezelf zoiets van, ja, ik doe eigenlijk maar wat en dat gaat best lekker. Ik denk dat veel mensen bij haar toch een beetje het beeld hebben van een soort voetbalvrouw. Die heel de dag sushi wil eten en dure tassen koopt. En ja, ze houdt van sushi en ze koopt ook wel eens een dure tas volgens mij. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar het is gewoon eigenlijk een heel normaal meisje dat eigenlijk net zo graag gewoon met een kaassoufflé op de bank zit in een joggingbroek en scheten laat. Ja, ik vind dus dat Monica het meest succesvol is. Want succes is niet alleen maar mijlpalen behalen in je carrière, maar ook in je persoonlijke leven. Wanneer hoorde je eigenlijk dat je Temptation mocht presenteren? Dat was al in februari of maart volgens mij. Er wordt dan zo'n gesprek aangevraagd en dan denk je, ja oké, moet ik nou heel blij zijn of moet ik nog niet blij zijn? Misschien zijn er nog wel 10 andere opties en durf je nog niet blij te zijn, zeg maar. En toen na dat gesprek, ja, ik weet nog wel dat ik echt in de auto zat en dat ik echt gewoon dacht, oh mijn god, het is echt een droom die uitkomt. En ik denk dat ik het nog nooit zo sterk met zoiets op werkgebied heb gevoeld. Ik vond het zo leuk. Dus meteen Kai bellen en hysterisch gillen. Eigenlijk was dat onze droom om dat samen te gaan doen. Dus zelfs voordat ik het presenteerde, hadden we het daar over. Toen ging ik het presenteren en toen was het, wat leuk dat jij het gaat doen. Het zou bizar zijn als ik dat ooit een keer ging doen. Dus stel je voor dat je met je beste vriend of vriendin iets mag gaan doen qua werk. Dat is sowieso leuk, toch? Wat is je geheime hobby? Denk ik mijn eigen haar knippen. En dat altijd verneuken. En laatst zelfs ook nog mijn dochters haar ook geknipt. En ook verneukt. Dus ja, het is een hobby, maar iedereen raadt het me af. Nou, mij lijkt het dus wel echt leuk om echt een hobby te hebben. Sommige mensen vinden het echt fabulous om te vissen. Of een zolder vol treintjes of zo. Ik heb dat dus niet. Wat zou je tegen je fans willen zeggen? Fans, ik weet niet. Dat vind ik altijd zo gek klinken. Maar ik denk dan gewoon mensen die naar mij kijken. En dan denk ik, dan wil ik zeggen dat ik het heel leuk vind dat jullie naar me kijken. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ook vooral meegeven, wees nooit obsessief fan van iemand. Want die persoon is maar gewoon een persoon. En ik ben echt niet anders dan je buurmeisje, dus. Wat heb je uitgekozen? Ik heb een jumpsuit uitgekozen. Omdat je daarmee altijd eigenlijk meteen klaar bent. Dan hoef je gewoon maar één ding aan te trekken. En dan sneakertjes eronder en dan ben je klaar. Past dit echt bij jou? Ja, mega. Ik ben toch wel echt van het makkelijke. Ik zou mezelf niet zo snel in allemaal outfits wurmen waar ik me niet comfortabel in voel. Ben je nou veel bezig met fashion? Nee, niet met fashion als in kijken wat de trends zijn en daar echt mee bezig zijn. Ik doe gewoon daarin wel echt wat ik wil. Dus ik heb heel erg veel kleding, maar ik heb 3 basic zwarte truien en die heb ik toch het vaakst aan. Zijn er dingen aan jezelf waar je onzeker over bent? Ik vind dat ik voor mijn lengte mega grote poten heb. Iedereen zegt altijd, maar ja, wat is groot dan 37? Dus ik heb gewoon een volle maat 39 richting de 40 aan. Ik ben 1,10 meter. Dus dat is vrij, vrij gortig. Hey. Vraag voor de make-up? Zeker. Zitten. Heb je het zelf gedaan? Ja. Oh, mooi. Dankjewel. Ik hoorde dat je een cosmetica lijn gaat uitbrengen. Klopt, daar ben ik nu mee bezig. Ja. En wat voor soort producten? Eigenlijk de producten die ik zelf of mis. Of producten waarvan ik helemaal fan ben en multifunctioneel zijn, maar waar ik gewoon een goedkoper alternatief voor wil bieden. Oh, okay. En ja. Is dat zowel make-up als verzorging? Ja, allebei, ja. Hallo! Hey. Waar kennen jullie elkaar van? Wij kennen elkaar van vroeger eigenlijk gewoon de vriendengroep van Ronnie. Wanneer zagen jullie elkaar voor het laatst? Vlak voor het avondeten. Aqua Asia zijn wij het eten geweest nog. Eigenlijk vlak voor die coronacrisis volgens mij. Het is gewoon heel gezellig als wij elkaar zien en als we en eens in de zoveel tijd zien we elkaar. Maar het is niet dat wij... We spreken niet af van lang niet gezien. Zullen we even 23 oktober wat gaan doen? Nee, ja, dat gebeurt niet. Wat is Monica voor persoon? Ja, ik denk gewoon ik denk dat Monica gewoon uiteindelijk een lolboek is, toch? Ook wel echt een roddelaar. Monica is wel echt iemand die... jawel, toch? Is dat slecht om vind te zeggen? Vind je mij een roddelaar? Ja, ik toch ook, uiteindelijk. Ik maak gewoon grapjes.
Ja, dat is toch zeg maar roddelen. Ja, je hoeft toch niet per se heel slecht over iemand te praten? Nee, precies. Ik doe het niet. De meeste dingen zeg ik wel die ik ook tegen iemand in zijn gezicht zeg. Ja, maar dat heb ik ook wel. Gewoon stukken. Ja, precies. Ja. Misschien is dat het meer. Zij is wel echt soort van, dat is heel cliché om te zeggen, maar zij is wel een soort one of the guys of zo. Dat kan zij wel heel goed zijn. Waarom is Monica succesvol? Ja, jij hebt wel een soort ondernemer in jou of zo. Want je bent ook gaan vloggen en toen daarna ben je gaan DJ'en. Omdat je daar zag van, hey, daar zit een gat in de markt. Als ik het goed heb, denk ik dat jouw droom meer zou zitten in een soort van een gelukkig gezin en een mooi huis en stabiliteit en al die shit. Ik denk dat zij gewoon heel veel dingen wil doen die zij leuk vindt. En campagnes wil doen die zij leuk vindt. En vooral geen dingen wil doen die ze niet leuk vindt. Of ik denk dat geld bij jou ook niet het belangrijkste is. Nee, dat is mijn droom inderdaad. Ik wil gewoon in mijn leven nooit meer dingen hoeven doen die ik niet leuk vind om te doen. Ja, maar ik denk ook dat geld niet meer jouw ambitie per se is. Ik denk klopt. Dat dacht ik wel altijd aan het begin. Ik wil gewoon heel veel geld. Dat was aan het begin ook jouw ambitie. En nu denk ik, ja, boeien. Ja, maar dat zeg ik. Ik denk dat ook, daarom zeg ik ook van, daarom ben jij succesvoller dan heel veel andere mensen in jouw scene. Voor zover er nog mensen in jouw scene zijn. Wat is het beste advies wat je ooit hebt gekregen? Ja, ik kwam een beetje te laat. Ronnie zei altijd na zijn optredens, doe je best op school. Of had ik dat maar gedaan. Waar zie jij jezelf over 20 jaar? Ik hoop dat ik dan nog steeds gezond en gelukkig ben en mijn dierbaren ook. Dat is eigenlijk het voornaamste. Kan je iets zeggen in een andere taal? Konnichiwa. Fantastische achtergrond. Waar haal je op dit moment de meeste energie uit? Ik denk uit als ik mijn dochter echt keihard zie lachen. Ze heeft nu echt van die fase dat ze echt helemaal stuk gaat. Dat vind ik echt te mooi. Ben je ook wel eens offline? Zeker. Ik ben eigenlijk los van de dingen die ik post voor werk, vaak niet op mijn telefoon bezig. Ik heb ook wel eens in het weekend dat ik dan juist niet bezig ben met werk. En dan vergeet ik mijn telefoon in de ochtend thuis. En dan kom ik thuis, ik heb gewoon nul berichten. Wat zijn je plannen voor volgend jaar? De cosmetica-lijn is dan wel echt het main ding waar ik mee bezig ben. Wil jij weten hoe mijn foto's zijn geworden? Check dan de Insta van 538. Class of 2020 werd mede mogelijk gemaakt door Zalando.